Wist jij dat zijn vader patholoog-anatoom was? Wie weet heeft die arme man zonder het te weten wel een van de slachtoffers van zijn zoon ontleed. En verder? Die drie moorden, die heeft hij wel bekend, toch? Ja, hij heeft er drie bekend, maar hij wordt van veel meer verdacht, wist je dat? Maar hij sprak er eigenlijk nooit over. Hij zegt sowieso niet veel. Zeker niet over zichzelf. Hij heeft nog niet eens ja of nee gezegd op het interview. Wat zei hij eigenlijk toen jij hem benaderde voor dat gesprek met mij? Dat hij wilde horen wat je te zeggen had. Ja, om er vervolgens helemaal niet op in te gaan. Ja, hij is een beetje apart. Ja. Ik kan je nog steeds in contact brengen met die andere jongens. Geen probleem. Nee. Nee, ik ga er weer naartoe. Ja, ik heb huiswerk van hem gekregen. Nou ja, als hij dat wil, dan kan hij het krijgen. Als je nog iets over hem te weten komt, wil je me dan een seintje geven? Ja, doe ik. Dank je. Dag. Doei. Was je nieuwe outfit toch een beetje te frisjes? Met Anne? Maar wat is... Bing? Of ik meteen naar Box wil komen. Maar jij bent vanmiddag toch bezig gedeeld? Ja, ik weet het ook niet, maar hij klonk behoorlijk pissig.